Den Haag heeft gedreigd per 1 januari geen subsidie meer te zullen geven. En dat terwijl een Polygoonjournaal ook bij de jeugd nog steeds heel populair is. Aan de medewerkers van Polygoon zal het niet liggen, want hun journaal moet blijven. Polygoon is zeker niet gevestigd in een Hollywood-achtige omgeving. Een oude villa in Hilversum is het hoofdkantoor van het filmbedrijf. Hier wordt iedere week het bekende bioscoopjournaal gemaakt. Van de bijna 5 miljoen personenauto's, vrachtwagens en motoren die Nederland telt, rijdt naar schatting 5% zwart. Dat wil zeggen dat de motor... Toch is het gevaar groot dat Polygoon volgend jaar haar 65-jarig jubileum niet zal kunnen vieren, omdat de overheid ook hier de subsidiekraan heeft dichtgedraaid. De directie van Cinecentrum, waarvan Polygoon een onderdeel is, legt zich niet zonder meer neer bij het overheidsbesluit en zoekt naastig naar alternatieven. De alternatieven zijn heel nadrukkelijk dat wij moeten proberen gelden te krijgen op andere wijze dan vanuit de overheid om te zorgen dat het zaakje gefinancierd wordt. Dat blijft een beetje vaag nog. Dat is duidelijk. De eerste vraag die we daar dan ook hebben gesteld is aan de bioscoop-exploitant te vragen van vindt u een voorprogramma in de bioscoop belangrijk, ja of te nee? Wij vinden van wel. Wij vinden dat op een gegeven moment als in de bioscopen geen voorprogramma er meer is, de consument als het ware ook via de videotheek de film kan gaan zien. En wij menen dan ook, en gelukkig langzamerhand steeds meer exploitanten, dat het Polygoonjournaal moet blijven bestaan. En dat is een extra stimulans voor ons om te zorgen dat we na 1185 dat ook kunnen realiseren. Voor het bioscooppubliek is de bekendste man van Polygoon Philip Bloemendaal. Zelf is hij nooit in beeld geweest, maar hij dankt die bekendheid aan zijn stem. Al 38 jaar spreekt Philip Bloemendaal het commentaar bij de beelden van dit journaal. Het Rotterdamse metronet, dat zich uitstrekt over grote delen van het Rijnmondgebied, zorgt voor een snelle en comfortabele verbinding met vele van de daarin liggende gemeenten. Bewoners uit de hele regio en van daarbuiten mogen op zaterdagen en zon- en feestdagen de fiets in de metro meenemen. Een mogelijkheid waarvan bij mooi weer in de afgelopen zomer vaak gebruik is gemaakt. Mensen die de grote bevolkingscentra wilden ontvluchten, konden zo... Daarnaast was Philip Bloemendaal 31 jaar hoofdredacteur en dus verantwoordelijk voor de keuze van de onderwerpen. En juist hierop is nogal eens kritiek geuit, als zou Polygoon alleen maar onderwerpen maken over het Koninklijk Huis of de padvinderij. En alles dat appelleert aan het lokaal volksvermaak. Wat vindt hij zelf van die kritiek? Die is volkomen ongerechtvaardigd en die is bovendien zeer onwelwillend. Ik heb de indruk, en ik weet op welke krant u doelt, mag ik hem noemen? Voor mij wel. Met name de Volkskrant is op dat punt nogal kritisch. Ik denk dat de schrijver van het artikel de laatste 15 à 20 jaar de bioscoop weinig heeft bezocht. Anders zou hij weten dat die zogenaamde kneuterigheid al lang uit ons journaal is verdwenen. En daarbij schuwen we ook de kritische reportage helemaal niet. En bovendien, u moet niet vergeten, wij richten ons toch tot een geheel ander publiek. Het publiek in de bioscoop is over het algemeen een jong publiek, in de leeftijd van 16 tot 30 jaar. Dat publiek gaat daar naartoe om zich te ontspannen. En nemen wij aan, is ook een ervaringsfeit, de ellende die vrijwel dagelijks op het kleine, op die verlichte zakdoek, zoals wij af en toe het televisiescherm noemen, getoond wordt en dat wil men in de bioscoop niet meer zien. Die sfeer van ontspanning proberen we te bereiken, maar daarnaast ook zeer informatief bezig te zijn. De informatie die Polygoon in haar journaal brengt, wordt iedere week gefilmd door cameramensen die met moderne apparatuur het land intrekken. En die apparatuur is, zoals bij alle techniek in de laatste halve eeuw, drastisch veranderd. Dit is een camera uit de beginperiode van Polygoon. De man die zelf nog met deze camera heeft gewerkt is Piet Buys. In 1932 is hij bij Polygoon zijn loopbaan begonnen en hij kan zich nog alles uit die tijd herinneren. Ja, dat was inderdaad heel anders. Dat was nog in de stomme tijd met 16 beelden per seconde. En dat was nog met camera's die moesten met de hand geslingerd worden op een groot statief. Dat was aanmerkelijk moeilijker als nu. Nu beschikken ze over grote moderne reportagewagens, maar in die tijd werd gebruik gemaakt van de trein en de cameraman die moest alles meesjouwen, zwaar statief, zware camera. En dan moest hij nog maar zien dat hij rustig met de hand draaide, anders werd het beeld erg schokkerig en onrustig. Dat was een heel geslepen en gesjouw voor de cameramensen uit die tijd.
Het was de tijd van de stoomtrein. Het vervoermiddel dat ook veelvuldig gebruikt werd door de journaalcameraman. In zijn op alle weersomstandigheden berekende kledij trok hij erop uit met de statiefcamera om te filmen wat er voor zijn lens kwam. Hier is het, de officiële opening van de zeeweg in Bloemendaal, die gepaard ging met een concours d'élégance. Een andermaal filmde hij beelden van de vooruitgang in het Amsterdamse verkeer. Hij was erbij toen wielrenner Piet Moeskops gehuldigd werd nadat hij een wereldkampioenschap had behaald en voordat hij legendarisch werd. Ik vind dat wij de plicht hebben, gezien de interesse van het Polygoonjournaal en de vele reacties die we ook in de pers hebben ervaren, dat wij er als bedrijf alles aan moeten doen om dat te continueren. En we menen dat wij een formule hebben gevonden waar dat mogelijk is. Aan de andere kant is het natuurlijk zo dat als de exploitanten daar niet aan mee willen werken, ja, dan houdt alles op. Binnenlandse politiek nu. Henk Kamperman zit voor ons in Den Haag. Henk, waar gaat het vanavond over?